Een hele goede dag mensen en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2019 Career Mode. Het heeft een hele lange tijd geduurd voordat weer een nieuwe aflevering op mijn YouTube kanaal te zien was. Dat kwam omdat ik zo druk met school bezig was. Dus sorry daarvoor, mijn excuses, maar ik ben dus weer terug. We gaan dus verder in Spanje, ronde nummer 5 van het kampioenschap aan aflevering 27. En als je de vorige aflevering in Azerbeidzjan gemist hebt, dan zou ik die eerst even terugkijken zodat je deze gaat zien. En wil je meer afleveringen zien van F1 2019 Career Mode? En ik hoop dat ik nu gewoon weer mijn normale route kan pakken, zoals iedere week een video, maar ik kan niks anders beloven. Druk dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook een belletje gelijk aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Ja, dan gaan we dus verder met de Career Mode. Dan gaan we verder in Spanje en dan gaan we kijken wat het daar gaat worden. In de kwalificatie, maar eerst dus de intro. Ja, we gaan dus verder in Spanje. En we hebben een upgrade aan de auto meegenomen voor de drag upgrade. Voor meer downforce. En ja, we krijgen een nieuwe rivaal. En die gaan we dus zelf uitkiezen. En ik heb al een idee wie het gaat worden. En volgens mij weten jullie het, of volgens mij ook al. Het wordt Max Verstappen. Ik heb het eigenlijk al verklapt, maar dat geeft niks, want het wordt gewoon Max. Ja, kijk maar naar het kampioenschap. Gewoon iedere wedstrijd nu gewoon steeds op het podium geëindigd. Dat is super knap. En ja, wat ik net zei, het wordt Verstappen natuurlijk. Onze landgenoot. Want deze andere jongens, daar kan ik niet echt mee knokken. Leclerc is denk ik te langzaam, Albon gaat niet. Rijdt nu nog bij Toro Rosso. Ja. Verstappen dus, een nieuwe rivaal en een nieuwe uitdaging om ze te verslaan. We zijn inmiddels nog steeds het zesde team, als ik dat goed zeg. Dan gaan we door naar de kwalificatie. About to kick off any moment here at the Circuit Barcelona-Catalunya. No doubt that today will be full of action on the track. This is a track that tends to ask quite a lot of the tyres, both front and rear. So is it fair to say a great deal of management will be needed in order to do well here? Tyre wear is always something you have to consider to a certain degree. Finding a good car balance that suits the circuit will help prolong the life of the tyre, but it's true that some circuits, such as this one, are more challenging than others. How hard you can push them depends on your strategy and how tight the battle is around you. Nou, hier zijn we dan dus bij de auto voor de kwalificatie van de grote prijs van Spanje. De setup gaan we dus veranderen naar maximum speed, zodat we erg snel zijn. Want deze baan heeft twee lange rechte stukken en daar zijn we heel erg snel op. Park van Mercedes zijn dus aan. Dat betekent dat we na de kwalificatie niets meer aan kunnen veranderen. Aan de auto natuurlijk. We gaan er dus uit. En ja, en ik denk dat we er gewoon gelijk bij moeten staan. Dus zo gelijk erbij, van hots erbij. Net als in Azerbeidzjan, want daar zat er ook gewoon hartstikke voorbij. We wonnen uiteindelijk toen die race in de knotsgekke regen. Spoiler alert, we wonnen de race in de knotsgekke regen. Meer ga ik niet vertellen. Je kan de video terugvinden door rechtboven aan het scherm te klikken. Daar staat een i'tje. We zijn dus op de startfinish heen gekomen. En we gaan dus een tijd laten noteren hier in Spanje. Gaan we kijken waar deze auto staat en hoe deze auto volgt op het circuit van Barcelona. Weet wel, we zijn het zesde team. Dus in de kwalificaties gaan wij geen pole position pakken. Dat heb je gezien in Australië, in Bahrein. Nou, in Bahrein zaten we heel dichtbij. In China, in Azerbeidzjan en al die andere races. Dus we moeten ons naar voren zien te werken met de downforce en het chassis. Hamilton met een 1.21.6. We schoten er met een klein beetje door. Verstappen met een 1.20.1. En onszelf naar een 1.21.25. Een 20.5 op 14e. Sneller dan Lewis Hamilton, maar die rijdt op de medium band. Uitslag van Q1, onszelf naar P9 en Hulkenberg niet door. Albon nog voor Toro Rosso. Hulkenberg jongen, je moet het wel bijhouden. Je moet het echt bijhouden jongen, want anders red je dit niet. Nou, de tweede deel van de kwalificatie. Bewolkt is het nu. Weer op een setje soft. We zijn inmiddels op de baan en ik ga een beetje kijken hoe ik deze bocht dus kan nemen voor een hele snelle run hier naar de eerste start-finish lijn. Ja, start-finish lijn moet ik zeggen, het lange rechte stuk, zo noem ik dat. P14 dus op dit moment. En kijk, topspeed, kijk eens, 338 km/u. Dus de downforce is uitstekend. Maar andere auto's hebben ook een goede downforce. Kijk maar, Bottas met een 1.19.8. Erg snel. En onszelf met een 1.21.1 op 1,2 seconden van de pin. Dat is pijnlijk. Inmiddels bij de pitbox weer. Inmiddels op 1,5 seconde van Max Verstappen. Erg pijnlijk. Ja, en ik dacht, misschien kunnen we dit bandje voor Q3 gebruiken. Alleen dan heb ik geen band meer voor Q3 namelijk. Geen vaste setband. Dus ja, we gaan gewoon hier op een set van de Q2 rijden. Daar is een McLaren, dat is volgens mij Grosjean. Dat is Grosjean natuurlijk. En we gaan kijken of wij misschien de plek wat naar voren kunnen pakken. Zodat we in ieder geval veilig door zijn naar Q3. Inmiddels bij het start-finish gedeelte DRS geopend. En we gaan de tijd laten noteren voor de tweede keer in Q2. We zitten wel in het groen, opmerkelijk. Hier deze bocht goed nemen hoor. Ja, die nemen we ook goed. En de exit is hier ook belangrijk. Weber met een 1.19.8. Snel van Lucas. Heel erg snel. Ik denk ik neem hier wat meer snelheid mee. En we gaan dus kijken of, of het genoeg is. Of deze ronde genoeg is. Om door te gaan naar Q3. En het is genoeg. Want we zijn geëindigd op P7. Oftewel een positie waar we eigenlijk thuis horen op dit moment. Goed gedaan. En dan gaan we kijken wat het gaat opbrengen in Q3. Verstappen naar 6. Hamilton nog even naar 1 gegaan. Ja, en de slachtoffers Russell, Räikkönen, Butler, Perez en Giovinazzi volgens mij. Oh, Giovinazzi naar 3, sorry. Wie is dan de laatste? Dat weet ik niet. Dat zien we dan wel bij de startopstelling. We zijn inmiddels aanbeland bij Q3. Geen nieuwe set van de Q-banden. Q3-banden. Ja, eentje dan. Alleen ik wou graag hebben dat ik twee verse sets had. Alleen ja, helaas. Niks aan te doen. Inmiddels bij start-finish. Gaan we kijken wat de eerste run in Q3 ons gaat opleveren hier in Spanje. Waar we vorig seizoen niet zo snel waren. Maar daar hadden we al moeite om bij de backfield, niet midfield maar backfield te komen. Zoals kijk, zeker goed, Haas en dat is ook moeilijk. En wij onszelf hadden daar dus ook moeilijk. We kwamen gewoon aan als P18. Achter Kimi Räikkönen nog wel. En nu ook. 19e is het gat met Bottas en ik. Inmiddels 1.4. Ja, en ik moet er nog uit. Dan maar weer op een gebruikte set van de softband. Maar alle onderdelen van de auto's zijn nog goed. Van de auto is nog goed. Zijn nog goed. Ja, ik weet niet hoe je het zegt. Q3. Klok tikt af. Inmiddels over start-finish. Bottas voorlopig nog op pole. Onszelf naar 5. Leclerc naar 6. Oh. Had ik niet verwacht. Inmiddels weer in het groen. Hé, dat is top. Dat moeten we zien vast te houden hier in Spanje. En dan hebben we misschien kans om nog dichter naar de top 3 teams te kunnen toerijden in de kwalificatie. We zijn... ja, niet zo snel eigenlijk zou ik zeggen. Want met zoals die al in Q1, Q2 zaten er niet echt bij. En ik verwacht hier ook geen wonderen. Ik denk dat we gewoon vanaf P5, P6 starten. En dat P3 er dus niet in zit. Ja, kwalificatie is dus compleet. En de vraag is, weten wij onszelf? Nee. Sorry about that. Just was not we zijn doorwezen naar, zoals gewoonlijk, P7. Want P7 is gewoon de startopstelling. Die we altijd hebben. Op 17e. Nou. Oké. Dus de top 8 binnen de seconde. Oké. Nou. De rivaliteiten We verliezen ten opzichte van Max Verstappen, maar dat is niet erg. We winnen ten opzichte van ons teammaatje Nico Hulkenberg. Altijd goed om te horen. De research points voor de upgrades aan de auto. Ik weet niet of er in Monaco ook upgrades komen. Ik denk het niet. Maar we zullen zien. Het zijn er best wel veel, vind ik, voor een slordige kwalificatie. Dus ja, 220 in totaal, 883 overall. Dat is best wel veel. Reputatie is wat gedaald. Kunnen we naar een vet op in sportsmanship. Emma heeft volgens mij nog iets te zeggen. Obviously I expected a better session, but these things happen from time to time. Try to make up for it in the race. Nou Emma, sorry hoor, maar de auto is gewoon niet goed. Bewolkt bij de race en dan gaan we gewoon door naar de grote prijs. Even kijken of Carl nog upgrades voor ons kunnen recommenden. Dat doen we dus ook in Monaco. Wat zei ik dus in Monaco? Dus upgrades, heel veel upgrades zie ik. Oh, zo de knetters. Oh. Dus dan moeten we ons weer een stapje naar voren brengen. En dan gaan we kijken naar wat het gaat worden hier in Spanje voor de grootprijs van Spanje natuurlijk. In de race en of we kunnen vechten misschien voor een podiumplek. We gaan het zien in de grootprijs van Spanje. Good afternoon from a very familiar setting. It's race day here in Spain, and with everything still to play for in the championship battle, there's no room for mistakes in a Grand Prix that's well known for creating them. The Circuit de Barcelona-Catalunya, a track that will certainly force the drivers to push themselves. It consists of a very impressive main straight going into turn one. It's a straight that also offers a DRS zone, so it's likely to be a hot spot for overtakes. Nou, we gaan dus kijken wat de startopstelling is voor de grootprijs van Spanje. Volgens mij met Lewis Hamilton op pole position, zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed. Daarachter Valtteri Bottas. Het heeft maar een paar duizendste geschild tussen die twee. Weber knap. P3, net als in Azerbeidzjan. Verstappen naar plek 4, zoals we dat kennen van de Nederlander. Giovinazzi naar 5, Vettel naar 6, onszelf naar P7, gewoon leuke plek. Leclerc 8, Gasly 9 en Sainz uit op 10 voor Racing Point. Russell 11, Räikkönen 12, Butler 13, Perez 14, Grosjean 15. Topgenaam van de Fransman geen op plek 20, Kevin Magnussen 17, Hulkenberg 18, Stroll 19, Ricciardo 20 en Alexander Albon start vanaf de laatste plek. We gaan dus kijken wat er gaat worden in de race. En of we misschien nog voor kunnen. Of we dus naar voren kunnen komen. Jeff zegt, nou, er is hier veel blijdschap met het team dankzij het podium. En gaan we eens kijken of we ook naar het podium kunnen gaan rijden, zoals Jeff zegt. Want de lampen zijn het officieel aan de grootprijs van Spanje. Career aflevering 27. En we zijn onderweg. En we komen al gelijk niet zo lekker. Want Leclerc is al beter weg. Want die heeft zijn ritme van Sebastian Vettel. Maar we komen hier terug in de slipstream hoor van Charles Leclerc. Daar is Charles Leclerc tegen de buitenkant. We kunnen hier diep inremmen. Daar gaat Vettel ook aan Giovinazzi. En het is nog steeds een nek aan nek race met Charles Leclerc. Hoppata, die hebben we dus gepakt. Puikenwerk gedaan van onze Alfa Romeo auto. En ik vind nou de auto is puikenwerk van mij. En we gaan dus even verder met de race natuurlijk. Daar moeten we dus op ons gaan focussen. We rijden een andere lijn dan Giovinazzi. Kijk eens aan, meer snel dan Italiaan, maar hij duwt er ons een klein beetje naar de buitenkant. Dirty driving van Gio. Niet als ik hem gewend ben. Hier misschien een betere extra pakken dan de Italiaan. Hier naar de binnenkant rijden. Giovinazzi divideert daar in één keer de binnenkant. We moeten daar een moment overstuur. Twee grote momenten overstuur. En we moesten daar gewoon bijna op de rem. In de slipstream van Max Verstappen, ronde nummer 2, heeft slipstream van Sebastian Vettel. Vettel beweegt de binnenkant, stapt naar de buitenkant, lukt helaas niet. En wij kijken hier toe hoe onze landgenoot Duitser aanvalt. Spannend, 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 maar Giovinazzi was enorm close. De beide rebels hebben volgens mij iets tegen mij, want Verstappen deed dit ook al in Azerbeidzjan bij de start. Dus ik denk iets dat ze tegen mij hebben. Groene sector 1. Oké, de incident has been cleared. Er is iets aan de hand. Het is geel. Er is iets aan de hand. Een incident is net plaatsgevonden. Virtual safety car. We kunnen het kiezen om naar binnen te gaan, maar dat doen we dus niet. We gaan niet naar binnen. Maar wie is er uitgevallen? Devin Butler. Oh, we rijden iets snel. We rijden iets snel. Devin Butler dus uitgevallen in Toro Rosso. Ik ben benieuwd hoe lang hij het vol dus gaat houden. Mijn oud F2 rivaaltje. Virtual safety kan nog steeds. Hulkenberg naar binnen. Dat scheelt hem een seconde of, zeg ik dat goed, 8. Vettel duurde maar 21 seconden, hier met de Volkswagen duurde het nu 14 seconden. Nog steeds VSC deployed. Het is weer groen en daar zit Verstappen al gelijk aan de buitenkant met Sebastian Vettel. En we moeten ook even oppassen bij ons, want Charles Leclerc kijkt ook. Verstappen en Vettel nog steeds aan het knokken. Leclerc nog niet een aanval gewaagd. Verstappen nog steeds aan de buitenkant, zit daar nog steeds. Houdt die plek vast, lekker. Goed gedaan van de Nederlander. Vettel nog steeds nek aan nek met Verstappen. Dit gaat gewoon bijna een halve ronde met elkaar door. En daar is Max eindelijk voorbij aan Sebastian Vettel. Goed gedaan Verstappen. Maar je weet dat Vettel hier terug kan komen. Je weet ook dat Leclerc snel is. En wij moeten ook gewoon oppassen voor de jonge monogas. Ronde nummer 4. DRS geopend. Van Sebastian Vettel. Leclerc nog niet in de aanval. Verstappen verdedigt, dat zie ik. Verdedigt ten opzichte van Sebastian Vettel. Groen in sector 1. In wat wijdere lijn. En daar kunnen we ook DRS pakken van Sebastian Vettel. Kijk, want we rijden hier enorm dicht naar de auto toe. En dat is waar in dit gedeelte onze auto beter is dan de rest. We hebben meer downforce. Hamilton met een 1.22.4 de snelste raceronde zet. We hebben onze race moeten beter dan een 1.23.1. Verstappen en Vettel aan het knokken voor P4. We kunnen misschien diep inremmen bij Max. Dat doen we ook. We blokkeren een wieltje. Maar we hebben die plek veroverd. Een dive-bom van je weet niet hoe groot die was. Het was gewoon een Daniel Ricciardo en we zijn naar binnen. Voor een set soft. Hamilton is naar binnen gegaan. Sorry, voor een set medium. Hamilton naar binnen, Verstappen naar binnen. We komen voor de Nederlander. Maar komen we ook voor Charles Leclerc? Komen wij ook voor Charles Leclerc? Ja. We komen voor Sebastian Vettel. We hebben Sebastian Vettel gecoverd. Dus geovercut. Prima werk van ons team. En kijk eens. Weber en Bottas zitten ook niet te ver. Dus dit was een goede pitstop. Het team doet weer een uitstekend werk hier in Spanje. En ik hoop dat ik dat kan belonen met een podiumplek. Ronde nummer 8. Nog 11 ronden te gaan. Inmiddels ronde nummer 9. Bottas heeft helaas pech. Kijk eens aan hoor. Hoppata. Bottas en Weber tegelijkertijd gepakt op het lange rechtstuk. De 2 in 1 zoals jullie van mij kennen. Prima gedaan dit. Slipstream gepakt van Weber. Slipstream gepakt van Bottas. Weber kon nergens naartoe. En zat opgesloten en Bottas was gewoon de sitting duck. Top gedaan. P2. Hé, een podiumplek. Oh, jezus man, wat een moment. En we raken Bottas. We raken Bottas. Bottas aan de buitenkant. Want ik heb mijn ERS namelijk op besparingmotor gezet. En nu wordt het een beetje lastig. Maar de auto gleed wel een klein beetje weg. De auto gleed weg en hier glijdt de auto weer weg. Op de curbstones. Het is hier zo gevaarlijk. De fans, die houden ervan. Ik hoor ze gewoon juichen. Hamilton is weg. Gaat nu ronde nummer 10 in. Hoppa, 1.22.4 voor de Brit. Enorm snel. Alle onderdelen zitten nog aan elkaar. Onszelf met een 1.24.1. Gat naar Hamilton is inmiddels opgelopen naar ruim 7 seconden. Bottas 15e verschil. Daar komt Valtteri met de aanval, maar hij zit te ver weg. Bottas zit te ver weg. Moet minimaal 15e op mij hebben. Op dit lange rechte stuk blokkeren wij de Fin. En hij kan nergens naartoe. Hamilton wint deze wedstrijd sowieso. Het gat is inmiddels 11 seconden. Weber en Bottas samen met elkaar in gevecht voor een podiumplek. Super knap van de Duitser. Want de Williams auto is nu eenmaal goed hier. Want die hebben hun huiswerk uitstekend gedaan in de winterbreak. Ronde nummer 13 is inmiddels ingegaan voor Lewis Hamilton. En nu is ook voor ons ronde nummer 13 ingegaan. Gat Hamilton is 12.8. Daar komt Valtteri Bottas voor aanval nummer zoveel op ons. Maar hij zit weer te ver weg. Valtteri moet wel dichterbij komen, maar dat wil ik helaas niet. Dus ik zorg gewoon dat ik alles bespaar. En dan op dat lange stuk, start finish, alles openzet. Waardoor ik net genoeg een gat kan slaan naar Bottas. Waardoor hij niet echt een aanval kan wagen. Groen in sector 1. Inmiddels op het lange rechtstuk, ronde nummer 14. Het gat met Bottas is 3/10e. Dit is niet genoeg. Denk ik. Dit is wel genoeg. Terwijl Vettel ook met Weber aan de stok was, zag ik dat daar een gevecht was. Dus ja, het is dus niet genoeg voor Bottas. En dat komt omdat wij een hele goede Ferrari motor hebben. Maar Bottas zit hier wel erg dicht op de auto hoor. 3/10e rijden we langzamer. Hamilton pakken we niet meer. Het gat is 14.444. Nou, wat een toeval. Hamilton rijdt met start nummer 44. Dus ja. Is wat bewolkter gaan worden, ja, dat zeg ik goed. Het is wat bewolkter gaan worden. Ik weet niet of ik dat goed, zo goed zeg, maar dat boeit niet. Nog steeds P2. We rijden daar wel eventjes in de grindbak. We reden er even in de grindbak, terwijl Bottas ons gewoon van achteraan rijdt. Bottas rijdt ons gewoon van achteraan. Gaan we dat zo spelen, Valtteri? Oké, dan weet ik genoeg. Dan gaan we het ook heel goed spelen. Vettel na 4. Heeft Weber te pakken en we gaan dadelijk lekker een koek van echt meegeven aan Valtteri Bottas. Dit vind ik niet oké wat hij doet. Ik had gewoon lekker band kunnen opbrengen. Onder nummer 14. DRS open. Onder nummer 15. Daar zitten we met aanval Bottas. En die is geslaagd. Gelukkig. Maar nu wordt het spannend. Spannend. Billenknijpen wordt het nu. Ronde nummer 16. Daar komt Bottas met een aanval. Oh, Bottas. Wees voorzichtig jongen, wees voorzichtig. De auto van jouw auto is al beschadigd. Ronde nummer 16. Hamilton gaat de laatste raceronde in nu op dit moment. Maar dit is zo spannend. We hebben die plek dus weten te veroveren van Bottas. De vraag is, houden we die ook vast? Dat is de vraag. Klein beetje wijd. Dit gaat ons wat nadeel geven, want ze hebben wat wielspin. We moeten alles openzetten voor Valtteri Bottas. Spannend, want daarachter is gewoon een treintje op van Verstappen, Weber, Leclerc, Russell en noem maar op. En Vettel zit er ook nog aan te komen. Bottas net niet. Komt tekort. Och jongens, dit is zo spannend. Zo spannend. Nog steeds P2. Groen in sector 1. Verschil met Bottas is een 10e. Klein beetje op het gas. Geen probleem. We moeten het hoofd van koel zien te houden in deze wedstrijd. En geen fouten maken. Dit is een rolpunt voor mij. Die nemen we goed. Gelukkig. Nu deze bocht. Die moeten we goed nemen. Die nemen we niet goed. En we hebben een moment over stuur. En Bottas zit er gelijk naast. Die heeft plek veroverd. Maar wij kunnen hier diep inremmen. Bij de fin. We raken elkaar. En geen groot gevolg voor onze wedstrijd. Maar we raken elkaar wel. Och, wat een verschrikkelijk moment was dat. Stel dat we zijn getest. Hamilton met de wedstrijd. En we houden dit vol tot het eind. Een hard gevecht, maar een welverdiende tweede plek in Spanje. En we hebben nu op elk circuit in dit seizoen een podium weten te bemachtigen. Fantastische wedstrijd dit. Fantastische wedstrijd. Ik ben er super blij mee. En hopelijk mijn team ook. So Mercedes have won it, and what a great race it was. Tell me, Ant, how did they manage to achieve this win? Well, time management probably played quite a large role in the outcome of this one. As ever, it's not just about speed, it's all about maintaining that speed consistently over a stint, over a race distance. So being able to keep up the lap times while still being smooth on the controls and gentle on the tyres, that's really where the race was won today. And I can see the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations. A real team victory today. Everybody played their part. Congratulations then to Mercedes, your race winners today. Nou, de uitslag, Hamilton wint deze wedstrijd. Wij gaan dus naar P2. En we hebben een overwinning vrij van Lewis Hamilton. 110 punten, dat zijn de eerste keer die ik hem tens hebben overschreven. Bottas maakt podium compleet. En Hulkenberg weer niet in de punten. Kom op, Nico Hulkenberg. Kom op. 28 punten verschil. Als je dit zo hoort, dan worden wij geen constructeurskampioenschap. Kom op, Nico. Echt, maat, waar zit je met je kop? Ik weet gewoon niet waar die... Ja, en dan gaan we dus gewoon door naar de interview. En kijken wat Claire ons misschien te vragen of te vertellen heeft. We zullen zien. Amazing performance out there. I'm sure you're pretty happy with that. Ja, ik ben uitstekend blij. Did you struggle to get through all that traffic today? Niet echt. Het ging vrij gemakkelijk, vond ik. You're beating all expectations. Would you say we all underestimated you? Weet ik niet. How did you feel when you saw your old rival from F2 have to withdraw from today's race? Butler? Ja, maar daar maakt mij geen flikker uit. Do you think your rival learned from his battle with you? Ik weet niet of hij echt iets geleerd heeft. Hij is niet op mijn niveau, want hij scoort maar niet. Terwijl de auto gewoon een midfield auto is. Wil je gewoon in de punten eindigen. Nou, dankjewel Claire. We gaan eens even naar de datacenter en kijken wat Emma nog iets te zeggen heeft over dat podiumplekje. En dan zit deze aflevering er alweer op. Het gaat hard. Als die laat, hoop ik. Nou, de resultaten van de rivaliteit breakdown. We winnen ten opzichte van Verstappen. We hebben de rivaliteit met Nico Hulkenberg gewonnen. De research points zijn er best wel veel, ook na het winnen van de rivaliteit namelijk. Kijk eens aan, 728 in totaal, 850 overall. Reputatie is gestegen bij de teams en bij mij, mijn team natuurlijk. De veterans en een sportsmanship too. Great work this weekend. It was fantastic to see you up on that podium. Nou, dankjewel Emma. We krijgen nog invitational events. Looks like one of your rivals. Dat gaan we dus niet doen. We gaan gewoon gelijk door naar Monaco. Ja, Carl heeft volgens mij ook nog iets te zeggen. Interview met Lucas Weber en Devin Butler. Maar ja, dit was dan. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Als je genoten van deze video, beloon het dan gewoon met een like. En wil je meer afleveringen zien van F1 2019 Career Mode? Druk dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook het belletje in, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Reageer wat je van deze video vond. Volg me geven op de social media, Instagram, Twitter en Facebook. Links in de beschrijving. En ja, zou ik zeggen, fijne dag verder. En tot ziens, tot de volgende keer bij F1 2019 Career Mode. Ga verder in Mona.